Het was op een dag in januari, in Rotterdam op Katendrecht. Toen heeft mijn knul, mijn blonde arie, me voor het laatst gedag gezegd. Hij had gemonsterd op de vrede, voor 7 weken uit en thuis. Nou is het 7 jaar geleden, en nog kwam Arie niet naar huis. En altijd komen er schepen aan Katendrecht voorbij. Maar de schuit van blonde Arie, mad ik een boodschap voor de heren, smeer ik hem naar het Willemsplein, om daar met angst te informeren wie er weer bijgekomen zijn. Altijd weer schepen, vreemde prauwen, ik zie matrozen blond en blij. Daar dan een plunje zakken sjouwen, maar die ik zoek is er nooit bij. En altijd komen er schepen aan Katendrecht voorbij. Maar de schuit van blonde vaak word ik 's avonds aangeslagen, als ik zo aan de kade sta. Dan durft zo'n kerel mij te vragen of ik eens met hem dansen ga. Bij zoiets jeuken dan mijn handen, maar als het een zeeman is die vent, dan vraag ik hunkerend van verlangen of wie mijn Arie heeft gekend. En altijd komen er schepen aan kant.